zou wel vet zijn als, ik hoef misschien geen Ronaldo of Messi, maar dat ik in ieder geval een pack krijg die ik in een highlight kan stoppen. Zo van, ja, dat was een best goede pool. Ben je op zoek naar goedkope FIFA 15 Ultimate Team Coins? En ja, dan bedoel ik ook echt goedkope. Deze shit is echt de helft van de prijs van mijn vorige sponsor. Maar check dan fifacoinsnl.com in de link in de beschrijving en gebruik die code LUCKYGRAAP. En maak kans gedurende de Team of the Season je aankoopbedrag terug te krijgen. Yo mensen, en welkom bij een pack opening. En wat voor pack opening. Oh my god, het is zo ziek deze week. Je hebt recordbreking Ronaldo, 97 rated. 93 rated Suarez, die zal je bijna vergeten als je nog bedenkt dat we hier gewoon een fucking paarse Hazard hebben. En we hebben ook nog eens een man of the match, Messi. En ik heb 12 miljoen. Ik had meer. Ik heb er straks gestreamd. En op stream kreeg ik deze pack. Kijk anders op de video van hem. Oh, ik heb een paarse. Brentford. Oh, die is kapot. Veel waard. Oh, in een gouden pack, hè. Bam, 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 Bamford. Alright, Bamford. Bam. Ja, fucking nice pack eigenlijk. Hij is zelfs waardevoller dan Hurricane, oftewel Harry Kane, oftewel Kane. Maar ik wil gewoon die fucking Messi, Ronaldo of wie de fuck dan ook. En ik ga nu gewoon een miljoentje openen. Ik heb dus straks, zoals ik al zei, in de stream een heleboel geopend. Ja, het zijn gewoon veel van dit soort fuckpacks. En kijk, vaak is het gewoon dit soort shit, weet je wel. Zitten er drie van dat soort spelers. En ik van ja. Nou, bedankt man. Jee, hey, bedankt voor het goede pack. Maar nou, we gaan vast wel wat packen. Ik kreeg dus straks ook wat in filmpjes en zo. En het zal vast wel wat tussen zitten. Als jullie overigens weer een like kunnen droppen op deze pack-openings. Pack-openings vallen altijd in de smaak bij jullie. Zo, vorige keer, ik zat terug te kijken, kreeg altijd best echt kapot veel likes op. Dus als dat nu weer zou kunnen, ja, dat geeft gewoon een fucking ziek gevoel. Net zoals bij die stream gisteren waren gewoon even rustig 1700 man. Wat echt insane is. Inmiddels gaat onze packlucker niet echt op vooruit. AIDS. Weer echt ontzettende AIDS. In mijn afgelopen 5 packs heb ik nu 3 shiny spelers gekregen. Dat is toch eigenlijk te ziek voor woorden. En ja, het gaat ook gewoon rustig verder. Want ook nu weer. En dat is zo kut man. Want het is zeg maar, je krijgt zoveel shitpacks en dan zit er een keer eentje tussen, maar er zijn ook zoveel packs gewoon niet weer. Er zit niet eens een shiny speler in. En als je erin zit, ja, heb je dit soort dingen. Ja, dat boeit dan toch niet. Nou, eerste met rating. Claudio Bravo. Nou, echt prima. Oké, dat is ook nieuw. Bedankt. Leuk. Let op, kom ik nu terug mijn account op. Is opeens mijn account geband en zo. Fuck you, EA. Oh, oké. Fucking random. Thomas Vermalen. Het zou wel vet zijn als, ik hoef misschien geen Ronaldo of Messi, maar dat ik in ieder geval een pack krijg die ik in een highlight kan stoppen. Zo van, ja, dat was een best goede pool. Nou, Messi op de pack. Messi in de pack. Hoe dat is. Echt, dat zou ik nou gewoon echt helemaal niet erg vinden als dat zou gebeuren. Nou, David Luiz is zeker de beste speler die we tot nu toe hebben gehad. Oh, kijk, dit vind ik nou spelers, die kun je tenminste in een highlightje zetten. Zo van, ja, ik heb Sanchez, prima, hij is 23k en wordt daar niet eens voor verkocht. Maar weet je, dat is wel een speler waarvan je kunt zeggen van, die heeft naam, die heeft rating, die heeft nog een aardig prijskaartje. Dit is eentje voor de highlights. Nou, perfect. En nu even dit vasthouden met Bad Stuber, ja. Abeloa, die maakt wel eens ruzie met Ronaldo. Misschien dat ik dan Ronaldo hierna krijg. Maar misschien had ik Abeloa niet in mijn club moeten doen, want dan denkt Ronaldo juist van, ja, ik wil niet bij die fucking Abeloa, want ik heb altijd ruzie met hem. Boy, jongens, moet je zien, ik heb een nieuw shirt. Ik moet zeggen, dat zit wel lekker. Hey, dat zit wel echt lekker. Als ik nu ook geen packluck krijg door dit shirt, dan verbrand ik hem ook gewoon in het gezicht van Matty. Oké, dit shirt zorgt echt voor de beste packluck die er is. What the fuck? Ga hem ook gewoon meteen weer uitdoen. Oh, Sebastian Schweinsteiger. Lekker. Dit is gewoon buiten dat ik hier nou packs open. Er zit ook gewoon een first owner account. En dan is dat altijd lekker zo iemand erbij te hebben. Want die past goed in teampjes. Die kun je lekker gebruiken in teampjes. Dus dat is chill. Korea. De vraag van vandaag. Komt Oblak uit hetzelfde land als Roesnak? Het gaat zo traag. En er zijn ook al geen special packs. Ik heb gewoon pas 300k geopend en ik ben legit al 20 minuten bezig. Messi op de pack. Niemand in de pack. Het is je boy, David Luiz. Hij is alweer back. Je zag hem net, maar nu is hij terug. Maar nog steeds denk ik, hey, discard. Ja, die was gisteren nog in vorm. Maar daar heb ik nu dus echt fucking weinig aan. Gianluigi Buffon, SMS Buffon, na 3-2. Hey Toyvonen, leuk dat je ook even langskomt. Yes, eindelijk, het is gewoon voor het fucking idee. Ik wilde net gaan zeggen, we hebben nu bijna 700k gepasseerd.
Maar je krijgt natuurlijk steeds coins erbij door Discord. Dus misschien al wel voor 800 of 900k geopend. Maar eindelijk heb ik iets. En het is geen fuck waar. En het doet er voor de rest niet toe. Maar het is in vorm. En dat voelt toch altijd heel lekker. En zoals verwacht kun je hem niet eens verkopen. Hem niet eens voor zijn minimum. Maar hey, dat is gewoon goed gedaan door EA. Is er 7 uur? Het is nu 7 uur. En ik krijg letterlijk in mijn oortje nou doorgeroepen dat er misschien iets speciaals komt. Dan kan ik sneller mijn munten verneuken. Wellicht. Ja, 20, 25k pack. Oké, dat is dus 500k. 500k gaat er nu in één keer doorheen. Oké, eerste 25k pack is zo fucked up. Wauw. Die 25k pack zijn fucked up. Ik heb niet grappig. Oh, Luis Gustavo. Oh, what the fuck, winkel. Oh, Ribéry! Ja, eindelijk! Lekker dan! Heb ik tenminste nog iets deze video? 25k, Ribéry, klasse. Ik hoor hier echt gestresst van, constant, dat pack niet opent. En dan vervolgens krijg ik de melding dat er nog een openstaand pack is. En dan opeens, poef, en dan zit daar weer Ribéry. Nee, die zit er niet. 25k pack, hè, krijg je dit. Dat is toch ongelooflijk? Nou, dit is mijn laatste 25k pack. Vanzelfsprekend gaat hij niet in één keer open. Maar krijg ik eerst zo'n domme melding. Moet ik dan nog een keer drukken en dan opeens doet hij het wel. Nou, ik ben echt fucking klaar met deze fucking packs. Ik moet elke keer 3 keer openen. Ik hoop zo erg nog iets te gaan packen in de Team of the Season. Maar van nu bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter als je hebt genoten. Al zou ik niet weten waar je van had moeten genieten. Maar mocht je erg van hebben genoten, dan... Nou, doei.